Jordi, wat doe je nou? Er staat toch duidelijk verboden toegang? Ah joh, even kijken, kan best. Jordi, dit mag echt niet. Wauw. Jongens en meisjes, het is toch niet de bedoeling dat we hier met z'n allen op de zolder van het museum gaan zitten? Dat kan niet. De Bertus, doe nou niet zo poepie, poepie, poepie bang. Poepie, poepie. En de jongens en meisjes zijn er ook helemaal niet bang. Oh, dat is leuk. Kan ons de regen schelen? Zometeen zeg ik hallo meisjes, moet je opletten. Zeggen alle meisjes ook daarachter, zeg allemaal hallo terug, zo hard mogelijk. Okay. Ik zeg hallo meisjes. Ja, heel eventjes dan, oké? Okay? Nee, ik zeg zometeen hallo jongens. Ja. En dan zeggen alle jongens natuurlijk hallo terug. Komt ie. Hallo jongens. Hallo. Precies, ja, en dan komt nu het orkaan aangeluid uit mammetjes. Joe! Oh, gezellig. Okay, nou, dan zeg ik natuurlijk dan hallo papa's. Kunnen papa's nu een beetje overkomen als een stel holbewoners weg te. Precies, kom op. Zit even wat meer tijd in, dan we daarna meteen weg. Komt ie. Ik zeg hallo papa's. Nou, we doen het ermee. Nou ja, in ieder geval hartstikke fijn. Ja, we hebben dat toch weer gehad. Dan kunnen we nu huppakee naar beneden. Huppakee naar beneden. Weg, Tess. Je kan toch niet weggaan zonder jezelf even netjes voor te stellen. Ja, want je museum sluit bijna. Ja, dan gaat jou het schelen. Klap even in je handen. Oké, nou ja. Regen of geen regen. We gaan gewoon door, Tess. En we gaan zo naar beneden. Ja, joh. En Bertus en Jaapie, de leukste broertjes van het land. En Bertus en Jaapie, het over is soms heel riskant. En van een kip zo pief van poep, we slaan daarmee op elke moes. En Bertus en Jaapie, ja, ga mee op avontuur. Hamma, hamma, hamma. Hey, ik heb wat voor jou. Een solo. Even zingen. Ja, zing maar. Ja. Mijn naam is Bertus, onthoud die naam maar goed. Wist ik al. Want ik vertel je alle dingen die je weten moet. Leuk. Kijk maar even, ik tover alles wat ik kan. Het liefste, alles paars. Het tover met ons mee, wij zijn de beste toverbaars. Bertus en Jaapie, de leukste broertjes van het land. Bertus en Jaapie, het tover is ons heel riskant. En van een kip zo kip van poep, we slaan daarmee op elke boef. Bertus en Jaapie, ga mee op poep. Mijn naam is Jaapie, onthoud die naam maar goed. En zingen, feesten, spelen, ik zeg je hoe dat moet. Hey Bertus, ik tover alles wat ik kan. En het liefste, alles goed. Soms gaat dat wel eens fout, maar daar kan ik niks aan doen. Ja! Bertus en Jaapie, de leukste broertjes van het land. Bertus en Jaapie, het tover is soms heel riskant. En van een kip zo kip van poep, we slaan daarmee op elke boef. Bertus en Jaapie, ja, ga mee op haar. Beste bezoekers, het museum gaat sluiten. Wij danken u voor uw komst en zien u graag een volgende keer weer terug. We gaan. Ja, wie en nu? Nu gaan wij gewoon naar beneden. We lopen gewoon naar buiten en niks aan het handje. Oké, we gaan gewoon naar beneden. Ja. Gewoon lekker naar buiten. Ja, Jaapie, dan gaat het al lang toch af. En dan zien ze ons van die zolder afkomen waar duidelijk stond verboden toegang. Jaapie, dat kan toch niet? Oepsie! Oh, wacht, ik heb een idee. Huh? Ik tover ons gewoon uit het museum. Oh, natuurlijk, ja. Go. Go. Ja. Oh nee. Wat? Mijn toverstaf. Die heb ik laten liggen op het toilet. Oh, wat stom. Kijk, Bertus. Ik heb mijn toverstaf hier. En wat gebeurde er de vorige keer toen jij ging toveren, Jaapie? Oh, dat was wel lachen. Toen stonden er 6 kamelen te buikdansen in onze huiskamer. Jaapie, dat was dus niet grappig. Ik had net gestofzuigd. Nee, dat was niet leuk. Jaapie, jij kunt ons hier dus niet wegtoveren. En ik kan niet toveren met jouw staf. Lekker dan. Ik kan het toch proberen, Bertus. Eens even kijken. Tilly, Ali, Tully, Ate. Oké. En geef die maar weer aan mij, Jaapie. Ja, dit is niet leuk, Jaapie. Je ziet toch dat dit niet gaat werken? Bertus. Arme beest. Ik heb een briljant idee. Oh. Slaapfeestje op de zolder van het museum. Matrassen, ja. Oké. Okay. Heel goed. Jaapie. Slaapfeestje. Ja. Op de zolder. Ja. Van het museum. Van het museum.
Jaapie, ben je helemaal gek geworden? Dat kan toch niet? Heb jij een beter idee dan? Nee, ja, we... Bertus, we kunnen hier blijkbaar niet weg. Kijk, dan blijven we gewoon met z'n allen hier lekker slapen. En wanneer morgen vroeg het museum dan weer open gaat, gaan wij hoppakee, ongezien en naar beneden. Wacht eens even, Jaapie, dat is echt niet eens zo'n gek idee. Maar, dan is het wel van groot belang dat wij ons hier allemaal heel netjes gaan gedragen. Ik bedoel, we blijven hier slapen op de zolder van het museum, terwijl dat helemaal niet mag. En het hier vol staat met spulletjes die hartstikke kostbaar zijn. Stammen uit de oudheid. Ja, hij vraagt daar. Jaapie, wat doe je nou? Stop. Hij is al stuk, zie ik. Jaapie, vanaf nu mag jij alleen maar overal naar kijken. Oké. Met de handjes? Met de handjes? Precies. Je weet wat er komt. Op de rug. 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 De rug. Oké. Nou. Wat is dat hier eigenlijk allemaal? Hey. Al de handjes op de rug. Heel goed. Ja. Precies, en dan ga ik even kijken hoe we hier het beste kunnen gaan slapen zonder dingen kapot te maken, Jaapie. Oké. Wat een idee. Nou ja. Dit is handig. Zo hé, Bertus, moet je kijken. Wat? Kijk dan. Dit Jaapie. Wat had ik nou gezegd? Overal vanaf blijven. Dikke baan houden. Hop, tjoe. Jaapie. Wat heb je gedaan? Dat weet ik niet, maar ik wil hier wel weg. Nee, dat kan niet, weet je nog. Wat moeten we nou doen? Jij hebt dit veroorzaakt, ja. Dat is echt, dat is nooit. Dit gaat fout. Dit gaat fout. Ik zei het al op het moment dat we naar boven gingen. Dit was geen goed idee. Ja. Oké, rustig. Rustig, de boel gaat instorten. We gaan eraan. Gelukkig, het is weer rustig. We zijn er mooi mee weggekomen, Jaapie. Zo zou ik het niet willen doen. Moet je voorstellen dat nu alles mis was gegaan. Dat de bom was ingestort, dat al die dure spullen waren omgevallen. Of dat er ineens een mummie naast ons staat. Dat er ineens een mummie naast ons staat. Probeer ik jou de hele tijd te vertellen, plofkikker. Had het al gedaan. Wat moeten we nou doen? Oké. Probeer het rustig te benaderen. Probeer het rustig te benaderen. Succes. Dankjewel. Spreekt u Nederlands? Engels? Fransoos? Het is een Limburg, hij verstaat me niet. Ja, ik probeer wat anders. Kiegezellig. Ik weet al wat. Kunt u misschien het... verband tussen u en Toverland leggen. Verband! Snap je? Nou. Ik vind u maar sarco vaag. Sarco vaag. Wacht, ik schud ze er zo uit. Deze is gelezen. Is deze vraag misschien te ingewikkeld voor u? Ingewikkeld? Ja. Die mij bevrijd hebben uit deze donkere sarcofaag. Ik dank jullie hartelijk. Schrik niet te veel van mij. Het enige wat ik wil zijn is vrij. Geloof mij, ik heb niks kwaads in mijn ziel. Laat ik beginnen bij het begin. Mijn naam is Adora, een Egyptische prinses. Maar door een eeuwenoude vloek zit ik hier zonder succes. Opgesloten in deze donkere sarcofaag. Maar met jullie hulp hoop ik vandaag verlost te worden van mijn gedaante als mummie. Maar dit moet zeker lukken als ik het zo zie. Dit is niet goed. Help mij om de drie hieroglyphen te vinden en mij met mijn familie te binden. De hieroglyphen zullen verschijnen wanneer jullie drie opdrachten goed volbrengen en de vloek zal verdwijnen. Nou, hashtag, ik doe niet meer mee, Opbert. Dat is flauwekul. Wat bedoel je? Ik doe niet meer mee? Maar natuurlijk doe maar mee. We kunnen prinses Adora toch niet in de steek laten? Prinses! Ja, prinses. Heb jij wel eens goed gekeken? Lijkt eerder een wandelend stuk wc-papier. Ja. Prinses! Ja, en wat is nou weer een
Een hieroglyf. Jaapie, even voor de duidelijkheid. Prinses Adora zit daarin. Een hieroglyf is een soort teken. En als wij blijkbaar 3 opdrachten goed vervullen, dan zullen deze tekens verschijnen en dan is ze bevrijd. En dan hoeft ze nooit meer als mummie door het leven te gaan. Wacht even. Jongens en meisjes, zullen wij prinses Adora helpen? Ja, natuurlijk. Weet je, dan ga ik mijn leven niet voor wagen. Die meneer deed het best wel ja, maar ja, als we daar de oorlog mee moeten gaan winnen, dan is het echt wat dan. Zullen wij prinses Adora helpen? Kijk, weet je wat, Bertus? We doen het. Prinses Adora. Wat moeten we doen om het eerste hieroglyf tevoorschijn te laten komen? Goeie vraag. Om de eerste hieroglyf te ontdekken, zal eerst iets hoogs moeten verschijnen ter plekke. Alles moet goed passen op elkaar. Met dit hebben de schepen geen gevaar. Wees geen vurig type en los de puzzel op. Maar let op, gaat het op zijn kop? Zal ik weer voor 1000 jaar langer de sarcofaag in moeten? En mijn hele leven als mummie moeten? Ik snap u niet! Hallo? Iets hoogs moeten verschijnen? Alles goed passen op elkaar? Ja, en alsof ik een vurig type ben. Heb ik zo flauw, hè? Iemand heeft een beetje rood haar, ga je die gelijk vurig noemen. Vroeger op school ook altijd. Hey, vuurtoren, zelfs kinderachtig. Vuurtoren? Dat begin jij nu ook al? Een vuurtoren! Kijk jij eens even lekker naar jezelf. Ja, wie is er bedoeld? Een vuurtoren! Hè? Luister. De schepen geen gevaar. Ja. Leuk dit. Door een vuurtoren weten schepen altijd precies welke kant ze op moeten. En vurig, Jaapie, we moeten iets doen met een vuurtoren. Bertus, ja? Ik wil niet zoals jij het altijd noemt, bij de hand, hoor. Klein dingetje. Ja. We staan op een zolder, hoe kan hier nou een vuurtoren staan? Jaapie, we moeten iets doen wat te maken heeft met een vuurtoren. Er moet er iets liggen. Ik zou zeggen, zoeken. Zoeken, iets met een vuurtoren. Dit denk ik niet. Hier, kijk Bertus. Hier hebben we ook helemaal niks aan. Kijk, hier staat een stukje op van een vuurtoren. Wat een stukje. Nee, wacht, nee. Wacht even. Wat? Prinses Adora zei ook, alles moet goed passen op elkaar, Jaapie. Ik denk dat het een soort puzzel is. Hè? Er moeten hier nog meer puzzelstukken liggen. Ik weet het zeker precies. Als jij het zegt, oké, even kijken. Fantastisch, Jaapie. Nou, hier ligt er nog één, Bertus. Volgens mij is dit. Kijk, ik heb er ook één, Even kijken. Zie je? Ja, hier nog één. Hoppa. Zo. Nou wordt het makkelijk. Als je het weet, dat het er ligt. Ja, precies. Dan zie je het opeens. Ja. Jaapie, ik denk dat we alle puzzelstukken hebben. Oké, stapel hem maar. Nee, ho. Op de grond. Ja, die prinses Adora zei nog meer. Wat? Ze zei ook, maar let op. Ja. Gaat het op zijn kop, dan moet ik voor 1000 jaar langer de sarcofaag in moeten en mijn hele leven als mummie boeten. Nou, hè? Dat betekent dus dat wij heel erg voorzichtig moeten zijn. Als wij 1 puzzelstuk verkeerd zetten, is alles voor niks geweest. Dat mag niet gebeuren, Bertus. Precies. Jongens en meisjes, welk stuk moet als eerst worden neergezet? Wijs even, welke moet er neergezet worden? Welke? Die? De eerste. Die. Want de eerste, het is die, weet je het heel zeker? Hij staat ook voor. Nou ja, daar gaan we. Ja. Wacht even, wacht even. Zit je het heel, wacht even, dit is deze. Toch niet. Ja, ik wil deze, niet. Zijn wij staat die? Die, oh precies, die wordt het. Als er niet en dan deze, die. Deze oh, en dan deze, oké. Okay, dus eerst die, en dan, je weet het heel zeker? Ja, okay. Als jij het zegt, Bert. Ja, ja, zij zegt het, ik niet. Het mocht ligt in jullie handen. Oké, okay, die of die, zeg het maar. Zo. Die. Balletje. Okay. Ja. Verantwoordelijkheid ligt bij jou. Alsjeblieft. Doe het wel, Bertus. Oké, makkelijke keuze. Links of rechts? Die, oké, okay, ja, zij is wel goed. Dat heel mooi. Jij ook. Oh, wat goed. Zeker weten? Ja, dat gaat goed. Ja. Oké, en nu? Nee, dat kan gewoon maar eentje zijn natuurlijk. Ja, ja. Weet je het zeker? Ik heb geen idee. Ik heb het wel gezien. Lucht er de bovenop. Ja, zet maar neer. Oké, nou ja, we doen het maar, Bertus. Oh, nee. Oh, recht. Voorzichtig. Voor de zekerheid recht. Ja, nee. Precies, ja. Nee, de duikshow is al voorbij, dat was in de zomer. Kun je die alsjeblieft neerzetten? Okay. We zitten hier in een penibele situatie. Ja. Nou, gelukkig Bertus. Zie je, het is niet goed. Nee, ja, we weten het toch niet. Andersom. Jabi, het eerste hieroglyf. Het is gelukt. Yes. Oké. Zeg eens, kijk dan. Ze is al voor een deel geen mummie meer. Wauw. Ik dank jullie vanuit de grond van mijn hart. Helaas was dit enkel nog maar de start. Er moesten nog 2 opdrachten worden gedaan. En pas dan kan ik weer als prinses door het leven gaan. Ja. De eerste hieroglyf is zichtbaar, mijn grote dank. Maar de tweede verschijnt pas bij de juiste Egyptische klank. Iedereen van jong tot oud, zing hard mee en maak geen fouten. U bent onduidelijk! Het is hartstikke duidelijk. Wat? Ik weet meteen wat we moeten doen. We moeten natuurlijk met z'n allen op ons allerhardst zingen. Ja, la, la.
Egyptische klank. Okay. Ja, maar ja, hoe krijgen we hier nou weer een liedje aan? Ik heb geen idee. Tada! Oh ja, jij wil het liedje toveren. Ja. Je weet wat er de vorige keer met dat lieve beestje is gebeurd. Ja, heb jij een beter idee dan? Ja, dat is ook weer zo. Oké, Jaapie. Jij moet het lied aan gaan toveren. Ja. Maar, concentreer je. Dit mag absoluut niet fout gaan, hè. Spreek de spreuk, Didi, Hadi, Toelia, D, zo voorzichtig mogelijk aan. Oké, laat dat maar aan mij over. Dan komt ie. Dit is rustig. Didi, Hadi, Toelia, D! Oké, we gaan. Ja. Wacht even, volgens mij heb ik de spraak verkeerd uitgesproken. Leuk duisje! Jaapie, je hebt me betoverd, plofkikker. Oh, niet goed. Nog een keertje? Ja, die doen we niet. Ik weet de juiste spraak. Ja, het was ook de klemtoon, dacht ik. Ja, nou doe maar even goed. Ja, zou ik het gewoon doen? Leuk ook. Didi, Hadi, Toelia, D! Jaapie, nou heb je het alleen maar sneller getoond. Kom op. Leuk hoor. Ja, alsjeblieft, kom op. Ja. Verkeerd. Didi, Hadi, Toelia, D. Goede spraak. Laat me even concentreren. Hoe vaak hebben we dit nou geoefend? Kom op. De vloed van de Sintaki. Tilly, Hadi, Toelia, D. Kom op, alsjeblieft. Ik verstond het niet. Ik kom erin. Ja, kom erin. Tilly, Hadi, Toelia, D. Oh, ja. Kom op. Statistisch dit. Door, Tilly. Alsjeblieft. Ga maar vast koffie drinken. Koffie. Tilly, Hadi, Toelia, D. Huh? Jaapie? Ja. Dit gaat helemaal mis. Weet je wat? Laten we anders met z'n allen de spreuk die WD uitspreken. Jaapie, misschien gaat het dan niet mis. Heeft er iemand een gastheer? Heb jij je astmapunt voor mij? Nee. En ik heb ook een hartprobleem. Ja. Okay. Nou, we gaan het met z'n allen doen, ja? Wat als de spreuk die WD? Nee, ja. Dus jongens en meisjes, jullie moeten ons even helpen. We gaan het met z'n allen doen. Steek allemaal je hand in de lucht. Dan tellen we van 3 naar 1 en dan roepen we met z'n allen de spreuk. Dilly, Hali, Toelia, D. We zijn weer in paniek nu, want het is natuurlijk oh, ja. Een ernstige situatie. Oh ja, niet buiten aan. 3, 2, 1, Dilly, Hali, Toelia, D. Klinkt zo leuk. Weet je wat we doen, mensen? Dit is beter voor dus weet jij wat we doen? Oh. We zingen een liedje, ja. Het Spookmuseum. En dan zit... Moet je komen? Oh, dan zing ik allemaal Het Spookmuseum. Zingen! Het Spookmuseum. Het Spookmuseum. In het Spookmuseum leef je altijd vast. Grote enge griezels, avonturen, zat. Het Spookmuseum. Het Spookmuseum. Ontrafel met ons de tekens aan de wand. Zing maar met ons mee en er is niks meer aan de hand. Moet ik het afspeellijstje? Leuk, ja. Ja, ik ben kapot. Daar heerst een oude vloek. En om die op te heffen, moeten wij op zoek. Naar de hieroglyphen, verborgen op de muur. En die verschijnen als we zingen, gaan mee op avontuur. En zing, zo hard als je kan. En de vloek verdwijnt meteen. Zing, zo hard als je kan. Dus we zingen met iedereen. Het Spookmuseum en... Het Spookmuseum, het Spookmuseum. In het Spookmuseum belicht je altijd wat. Grote enge griezels, avonturen zat. Het Spookmuseum, het Spookmuseum. Ontrafel met ons de wetens aan de rand. Zing maar met ons mee en er is niks meer aan de hand. Wow! Hey Bertus, luister! Ja. En zie je enge mummies uit de zakken gaan. En denk je bij jezelf, ontwijk ik het gevaar. En dan hebben wij een tip voor jou, zing maar met ons mee. Dit moet zo hard je kan, en zing dus maar voor twee. En zing, zo hard als je kan. En de vloek verdwijnt meteen. Bertus! Zing, zo hard als je kan.
je kan. Dus we zingen met iedereen. Hey, kijk, ik heb een idee. Wij zingen voor en jullie zingen na. Op je alle hart. Zing. Prinses door het leven. Er hoeft maar één opdracht te worden gedaan. En deze zal over spellen gaan. A, B, C, D, E, F, G. Welk woord er komt, geen idee. Doe de opdracht namens mij. En ik ben weer voor u. Ja, groetjes, weg dus. Ik weet al gelijk wat we moeten gaan doen. Wat dan? We moeten spelletjes gaan spelen. Memory, pimpelpetten, schudeboelen en een strandbal met de... Ja? Ken er nog meer? Ja? Ja, pimpelpetten. Nee, klaverjas. We moeten geen spelletjes gaan spelen. We moeten een woord gaan spellen. Met letters. Maar ja, hoe komen we hier nou weer aan letters? Wacht eens even. Ja, Piet, kijk nou toch. Hier, een letter. De letter A. Oh ja, wacht even. Die hang ik gelijk op meteen hier aan. Wat goed. Ja, hey, maar Bertus. Dat betekent dat er misschien nog wel meer letters verstopt moeten zitten. Ook. Zullen we even wachten? Zien jullie nog meer letters verstopt? Roep even! Waar? Waar? Dan? Waar? Ja, kom maar. Ja, de D! De D! Oh, wacht even hier, ik heb er nog één. Dankjewel, Patrick. Hier, de O! Kun je daar meer? Kun je er niet bij, hè? Hier? Kun je er niet bij? Ja, hier! De R! De R! Hier, Bertus. Hou jij hem even op? Ja, zo. Even kijken. Even kijken, zo. Ja. Tuurlijk! Dora! Tintinitintinora! Zwemmen niet stelen! Zwemmen niet stelen! Door, daar is door, dat kan niet kloppen, dat kan niet kloppen. Wat zit hier aan? Oh, wacht daar! Daar ligt er nog één! Ja, maar die A hadden we al. Ja. Ik zie het. Het is natuurlijk haar naam. Adora! Het was gewoon Dora! Nee, Adora, dit moet zijn. Dit kan niet. Dit moet goed zijn, toch? Bertus, kijk dan het derde en het laatste hieroglyf. Kijk nou wat je moet. Wauw! Kijk dan Bertus! Oh ja. Tissues. Ja, pieken. Zit ook maar te verstoppen in dat reddingsakkoord. Serieus. Hè? Het is jullie gelukt. Ik ben weer helemaal een prinses. Oh ja. Jullie hulp zal ik nooit vergeten. Jullie hebben alles aan mij gegeven. Nu heb ik nog maar één doel in mijn leven. Ik wil graag terug naar mijn geliefde vaderland. Alleen het probleem is de afstand. In Egypte voel ik mij pas weer echt een prinses. Lukt het jullie mijn droom te verwezenlijken met succes? Dat denk ik niet. Jabi, daar kunnen wij haar mee helpen. Ja, hoe dan? Nou ja, door haar met z'n allen terug te toveren naar Egypte. Denk je dat wij dat kunnen? Nou ja, als iedereen meehelpt, dan moet dat zeker lukken. Oké. Okay. Beeldschone prinses Adora. Gaat u maar terug in de sarcofaag. En dan toveren wij u terug naar uw geliefde vaderland Egypte. Nummer wisselen. Ja. Oké, okay, Jabi, we hebben maar één kans, hè? Jongens en meisjes, jullie moeten ons helpen. Jullie deden het net goed, dus dan nu ook, weet ik zeker. Jullie weten wat je te wachten staat. Doe je hand in de lucht. Zo meteen van 3 naar 1. Dan roepen we met z'n allen Dilly Halli Dooli Adé. Komt ie. 3, 2, 1. Dilly Halli Dooli Adé. Oké, nog een keer, Bertus. 3, 2, 1. Dilly Halli Dooli Adé. Bertus, het is gelukt. Dit is dankzij jullie allemaal, jongens en meisjes. Oh, mijn
Bertus! Hey Bertus! Hey Bertus! Ja, hey Bertus! Hey. Hey, zullen wij dan nu met z'n allen het grote Toverland Halloween feest gaan vieren? Laten we dat gaan doen, ja. Oké. Goedemorgen, beste museumbezoekers. Wij heten u weer van harte welkom in ons prachtige museum. Ja! Ja, Pien, het museum is weer geopend. We kunnen eindelijk gaan. Yes! Gelukkig zeg. Maar mijn Bertus, het grote Toverland Halloween feest dan? Oké, ja. Laten wij hier nog één groot knalfeest gaan vieren. Oké, Bertus. Dat gaan we doen. Natuurlijk gaan we dat doen. Precies. Altijd wat, spreuken, drankjes, raadsels, avonturen zat. Toch kan het soms gebeuren dat er iets misgaat. Dat komt dan maar door Jaapie, want die zich niet goed gedraagt. Ja, altijd als we hier zijn, maken we heel veel pretten. We verzinnen gekke spreuken en gaan heel laat naar bed. Ja, jij wel, ja. Kom jij ook eens naar hier toe, dat is zo'n leuk idee. Als zomaar dan gaan zij er met ons mee. Dat ze zomer met ons mee. En zwaar al eens aan. Van boven naar beneden. En tover, met ons mee. Maak een mooi gebaar. En je toverspreuk is klaar. En zometeen dansen de mama's en papa's mee. Op maar. Een toverspreuk leren, dat is mijn favoriet. Ik ken ze allemaal uit mijn hoofd, zoals je nu wel ziet. Een taart, een grote vaas, ik tover het allemaal. Voor een tovenaar als ik is dat heel erg normaal. Als echt de zon iets uitlegt, dan let ik niet goed op. Er dan verkocht een potse kooitje, had het over mijn potse kop. En werd de stovert alles, en dan meteen weer groot. En wat mijn grote moeder die weet nou hoe dat hoort. Dat ze tover met ons mee. Zwaar van links naar rechts, van boven naar beneden. En tover met ons mee. Maak een mooi gebaar. Staan. Kun je nog met ons op de foto? Deel die foto op Facebook, hashtag beste Javi Instagram. Het is een slip met jou, hoor. Ja, het is wel commercieel. Ja, nog een keer dansen. Mooi. En tover met ons mee. Zwaai van links naar rechts, van boven naar beneden. En tover met ons mee. Maak je woorden waar en je punt is klaar. Dat jullie zijn komen kijken bij de Bertus en Jaapie Halloween Show, de vloek van het museum. Natuurlijk kunnen jullie nog op de foto met Bertus en Jaapie.